Wat we dadelijk gaan doen, is kijken de bereikbaarheid. Met name twee voren. Eventueel rijden we nog langs de pui van Vroente. Wat we eigenlijk al weten is dat de bereikbaarheid al moeilijk is. We willen in ieder geval eens kijken hoe ver we de, met name twee voren, de vier tongen, hoe ver we erin kunnen komen. Wat we in ieder geval er wel mee proberen te bereiken is, als er wagens zodanig geparkeerd zijn dat je dus niet erdoor kunt bij een calamiteit, dat we ze daar in ieder geval wel op attent maken en dan wel in de zin van samenwerken aan veiligheid. Als we daar nou straks inrijden, dan moeten we niet alleen kijken door de bril, hè? Door de bril van de brandweer, want wij kunnen nog enigszins iets met het uitrollen van de slang om toch ergens te kunnen komen. Maar je moet ook eens kijken, als je ambulancebroeder zou zijn, iedere woning heeft een parkeerplaats, maar door de loop de jaren zijn er gewoon de situaties gewijzigd. Garages zijn kantoortjes geworden, garages zijn slaapkamers geworden, opritten zijn tuinen geworden, dat soort zaken allemaal. Ja. En nou komen we dus daar in het gedrang. Dus als er nou auto's echt helemaal in de weg staan, dat je zegt van ja, maar dit is echt wat onverantwoord, dan mag je in een keer heel kort hoe sirenen aan zetten. Als die mensen dan naar buiten komen, dan is het niet zo van, dat kun je niet maken om een wagen hier zo neer te zetten, maar laat ze eigenlijk maar eens gewoon bewust van worden wat dat voor consequenties kan hebben. Ja. Ja? Ja. Goed. Controleer eerst de wagens. Ja. Uitrukkleding mee. Ja. Zoals altijd. Ja. Ja, weet man. Ons korps bestaat nu uit 33 vrijwilligers, waaronder één dame en een beroepsbezetting van twee personen plus één persoon ondersteuning. Zondags zijn bij ons in de brandweer drie ploegen. Dat is om de beurt een weekenddienst, zo noemen ze het. Hè. Dat is eigenlijk hoofdzakelijk controleren van het materieel. Hè, en ook uiteraard de auto, een stukje rijden. Al wat motor is in de auto een keer starten, dat alles up-to-date is. Hè. Zaklampen controleren, kan van alles zijn. Hè. En dat alles, het materiaal goed in orde is en blijft. En dat is ook verkeerslucht controle en allerlei dergelijke zaken, dat alles goed blijft draaien. De spanning. Of het uitdrukken op zich naar iets waar niet weten wat er aan de hand is. Ja, ik krijg wel wat informatie van de alarmcentrale. Kijk, en dan gaan we naar het ongeval of brand of net waar we doorgekregen hebben. En dan proberen we het allemaal op te lossen. Door de complexiteit van het bouwen destijds, de begroeiing en hetgeen wat mensen dus zelf gecreëerd hebben met hagen, schuttingen en dergelijke, maakt het voor ons dus extra moeilijk. Er komt nog eens een keer bij dat voor ons als brandweer het ontzettend belangrijk is de herkenbaarheid van de huisnummers. Nou kijken in de twee voren, door de begroeiing, door erfafscheidingen en dergelijke, is het gewoon ontzettend moeilijk om huisnummers. Wij zijn afhankelijk van die huisnummers. Want aan de hand van de huisnummers kunnen we dus ook weer zien waar de brandkraan moet liggen. Ik kan een keer spreken. Dat is toch een moeite. Als we hier rondkijken, dan zien we een enkel huisnummer. Wat we dus als referentiepunt moeten pakken. En verder dienen we dus gewoon ter plaatse te gaan zoeken. Het is niet herkenbaar. En ja, het belemmert natuurlijk de hulpverlening.
Met name voor ambulancediensten en dergelijke is het gewoon ontzettend moeilijk, omdat die dus echt van het huisnummer afhankelijk zijn. Mocht het daadwerkelijk een brand zijn, kunnen wij je voorstellen, de rook wijst ons de weg. Zodra er op een van die straten dus aan de zijkanten nog auto's geparkeerd staan, en het gebeurt nogal eens, dan zijn we heel slecht bereikbaar. Niet alleen door de vuilnisophaaldienst, maar ook door meubelbezorgers, maar ook door brandweer en door ambulances. Dus dat maakt het vaak nogal moeilijk en dat kan ook gevaarlijk zijn. En wat ik zelf nogal moeilijk vind is ook het puzzelen met de nummers. Want we wonen hier nu zelf 12 jaar, dus dan weet je de meeste nummers te vinden. Maar mensen die hier de eerste keer komen, die hebben geen flauw idee waar dan 10 ligt aan die kant, en dan 20 weer aan die kant en 40 weer aan die hoek. Dus dat is ook af en toe een stukje puzzelen. Denkt u er nou zelf ooit over na van, verdorie, hier moet ik mijn auto niet neerzetten? Zelf weet je dat. En je bezoekers die je krijgt, die wijzen je er ook op. Maar er zijn ook mensen die gewoon hier even parkeren en even ergens binnenlopen. En dan zie je een auto staan, dan weet je niet meer waar ze zijn natuurlijk. We hebben een keer een ambulance gehad die in meer dan geloof een half uur, drie kwartier moest wachten voor die door kon. Achter de wijk. Goede ochtend, Tom van den Broek. Brand van Nuenen. Zou jij mijn pager een keer kunnen alarmeren? De mensen die op het voertuig zitten, die zullen zometeen een melding krijgen op de alarmpager en zullen dus gewoon uitdrukken alsof het een standaard inzet is. En de inzet vandaag is om een brand te blussen in een garage. Nuenen 635, of u wil uitrukken voor een garagebrand op het Puivaan 116 te Nuenen. Over. AC hier, Nuenen 635, wij rukken uit naar het Puivaan voor garage nummer 116, over. Ja, dat is uitdrukking, zeg. AC, wij zijn uitdrukking gereed, over. Nuenen 635, of u wil uitrukken voor een garage op het Puivaan 116 te Nuenen, over. AC, hier Nuenen 635, wij rukken uit naar het Puivaan voor garage nummer 116, over. Water in de voorkant, rook uit de garage, hoor. Uitstappen!
vrijwilligersorganisatie is eigenlijk de verkeerde term tegenwoordig. Vroeger was het echt vrijwillig. Als je tijd had, waren vaak ondernemers. Die gingen wanneer het hun goed uitkwam. Het was water erop, terug naar de kazerne. En er werd standaard een feestje gebouwd. Nou, die tijden die zijn geweest. Ik denk dat we kunnen stellen dat zowel een vrijwillig brandweerkorps als een beroepsbrandweerkorps gewoon professionele organisaties zijn. In mijn beleving is vrijwillig een klein beetje een betekend woord. Structureel is het zo dat ieder lid van het brandweerkorps in Nuenen opgeleid wordt tot hoofdbrandwacht. Dat betekent een drietal jaren cursus. En als die cursus voorbij is, of de cursussen voorbij zijn, zijn er mogelijkheden om specialisme te gaan doen. En dan moeten we denken in de richting van de waarschuwing, verkenningsdienst, bevelvoerder, chauffeur, pompbediende. Als dat allemaal achter de rug is, dan krijgen we natuurlijk het wekelijkse oefenen jaar in jaar uit. Dat is natuurlijk een stukje onderhoud van de basiskennis. En daarnaast gaan we ook, althans ieder lid van het korps, 2 dagen per jaar realistisch oefenen op diverse oefencentra's in Nederland, maar ook daarbuiten, België, Duitsland. Hoe is het gegaan vandaag? Nou, ik denk dat we kunnen stellen dat de weekenddienst goed verlopen is vandaag. De doelstelling waar we mee van huis af gegaan zijn, om het zomaar eens te zeggen, die hebben we volledig behaald. Als we de reacties van de mensen, zowel op het puinven als in de 2 voren, hebben kunnen beluisteren, was het voor die mensen ook allemaal herkenbaar. En de mensen die waren er zich ook van bewust hoe essentieel het is dat de hulpdiensten, zowel de brandweer, maar ook de politie en de ambulancedienst, hoe essentieel het is dat die daar goed en makkelijk te plaatsen kunnen komen. Dus ik denk dat we daardoor kunnen spreken van een geslaagde zondagsdienst.